De brandweer haalde uit een appartement op de eerste verdieping 12 wurgslangen en goed 200 ratten. De wisten binnen eigendom van Gerrit Essing. Omdat er ook gevaarlijke slangen tussen zitten, had er zelfs maar de verhoezing geholpen. Ik moest even naar zijn helmpje op. Dus een brandweerman die ging mee met zijn bakje. Dus mijn broertje en ik zijn van het bakje afgestapt. We zijn naar binnen gegaan. Dus we zijn eerst met de ratten bezig gegaan en toen met de slangen. Het slagen de malie om alle bisten veilig uit de flat te krijgen. De wurgslangen binnen oerbracht naar de wenning van Essing zien huid. Vraag is wanneer de bisten weer in de wenning van haar baas konden gebracht worden kennen. Gerrit Essing kind stond juster in een tijdelijke wenning, maar wanneer hij zijn god had, is aanwachtje. De slang bleef vereerst bij zijn huid. Ja, mijn vader zei dat maakt niet uit hoe lang, maar in ieder geval ik ben er wel mee bezig van hoe sneller dat ze hier weg zijn, ook weer hoe beter, dat ik ze weer bij me heb gewoon. Maar het hangt ook van de verhuizing af dat ik mijn eigen bakken weer terugkrijg, die hele grote. Ties die wordt de hele flat leeghellen. Voor alle appartementen wordt een container plaatst en verhuizers zullen via een rimbrijgen de flat zien om alles eruit te hellen. Dat betekent ook dat er containers voor de flat komen te hingen. Wat er maar dan tille flat gebeuren zal is nog altijd onduidelijk. Uit de eerste onderzoek docht blikken dat de tagong van de galerij naar de wenningen net meer betrouwbaar is. Mandy wordt de boppenste galerij heel not voorthellen.